Op het Stanislas College in Pijnacker hangt de vlag half stok. Het 13-jarige meisje dat zelfmoord pleegde zat hier in de brugklas. Waarom het meisje zelfmoord pleegde is niet duidelijk. Wel gaan er geruchten dat ze op een zogeheten banga-lijst voor zou komen. Dat is een lijst van meisjes die makkelijk met seks omgaan. Maar daarover zijn geen bewijzen, zegt ook de directeur van deze school. Ik weet dat die geruchten er zijn en die vind ik heel vervelend. Het is, wat mij betreft zijn het, wat ik daarvan begrepen, zijn het Twitterberichten geweest die die geruchten in stand hebben gebracht. En dat getwitter is doorgegaan heel de nacht en dat wordt groter en groter. Maar wij weten niets van een banga-lijst. Nee, maar er gaan wel veel geruchten onder de leerlingen. Ja, maar dat zijn dezelfde geruchten. Er zijn dus kinderen die praten de Twitter na en die hebben het dus over die bangenlijst. En als je doorvraagt, dan komen ze steeds meer weer terug bij die Twitterberichten. En dus dat, het blijft dus een Twitterbericht dat gewoon door iedereen anders geïnterpreteerd wordt. Voor haar zelfmoord stuurde het meisje nog een bericht via Twitter met de tekst: ik hield echt van jullie, maar het is te laat. Doeg, XX. Hoe hebben de leerlingen gereageerd? Heel verdrietig. Echt ontzettend verdrietig. Het komt hard aan. Ja, ja, een klasgenoot, leeftijdsgenoot die overlijdt, komt heel hard aan. De leerlingen van het Stanislas College zijn erg aangeslagen door het trieste nieuws. De school heeft een gedenkruimte ingericht waar de kinderen een soort condoleanceregister kunnen tekenen. En er is ook een vertrouwenspersoon bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen.